Het dinsdag geopende ING-bankkantoor in Leeuwarden is een van de eerste kantoren van Nederland in de nieuwe kantorenformule van ING Bank en Postbank. Beide banken gaan samen in één nieuwe bank die in 2009 onder de naam ING gaat opereren. De bank is ingedeeld in drie heldere secties: zelf bankzaken doen, geholpen worden of advies krijgen. Aan de basis van deze nieuwe formule staat het succesvolle directe bedrijfsmodel van de Postbank. Dat staat voor gemak, snelheid en waar voor je geld. Met de ING-bank komt hier de kracht van persoonlijk advies en deskundigheid bij. Met ingang van 2009 is de bank ook nog eens langer open. Wat is er allemaal anders vergeleken bij het oude kantoor? Nou, we kijken nu ook heel erg vanuit het directe bedrijfsmodel van de Postbank. En dat gaat om snelheid en gemak voor de klant. En daarbij ook advies en deskundigheid van de ING Bank. Dus dat is hier allemaal in samen gebouwd, zeg maar, in dit nieuwe kantoor. En dat kun je zien aan de drie verschillende onderdelen in dit kantoor. Echt het directe vragen. Ja, om advies en ook de gesprekken, adviesgesprekken met de verschillende accountmanagers, maar ook het zelf geldzaken afhandelen. Door een hele frisse kleur gebruikt. Oranje is de kleur van ING, ook van Postbank straks, hè? Ja, oranje wordt, het wordt echt een nieuw merk, hè, ING. Dus het wordt echt een nieuwe kleur van ING. Ja. Het oranje met blauw, dat blijft er nog wel in. En hier zie je vooral het wit en het oranje terugkomen, omdat het echt helder en open moet zijn. En dat zie je ook aan de buitenkant. Dus als je voor de gevel staat, dan is het van glas en kun je zo het kantoor inkijken. Ik kan me voorstellen dat dit is een van de eerste kantoren die helemaal nieuw is. Dat anderen hier wel eens even komen kijken uit de rest van het land. Ja, zeker. Ja, mensen vinden het heel leuk om te zien wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. En wat hen natuurlijk ook te wachten staat in de toekomst. Het is leuk dat mensen kunnen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Hoe zijn de reacties? Ja, tot nu toe heel positief. Mensen zijn heel erg blij. Het is heel open, dus je kunt overal zo naartoe lopen. En alles is bereikbaar. Dus mensen zijn echt verrast.